Is het verhaal van een Russische madame? Het klinkt misschien banaal, maar ze was heel wat van plan. Ze was het steendood muug in dat rot appartement. In die donker achterbuurt, zonder geld, zonder fijn. Met een versleten laptop op een rommelmarkt gekocht, had ze haar eigen naam op Facebook ingelogd. Wie wilt er maar? Ik ze nog vrij. Het was een matroesjka, ja, zo'n baboeshka. En ze vielen tot onder haar kin. Het was een oeska met veel mascara en zo'n gewoonlijke valse diarie. Ze zitten aan de foto op haar nieuw profiel als een sletterige bimbo met een vuil seksappeel. Haar borsten en haar billen, die sprongen in het oeg. En de laptop stond te trillen, het is de rondje schaal te boe. Van apeloze wenkte, heel de wereld rond. Ze kwalden op die foto, haast en niet te dans. Gekeurd en geschreven. Met duizend vijfden bevriend. Het was een matroesjka, ja, zo'n baboeshka. En ze vielen het onder haar kin. Het was een oeska met veel mascara en zo'n gevaarlijke valse dagerin. Zijn ze allemaal ooit getest en die met meeste geld mochten blijven tot het lest. Ze vond dat zo plezant, zij doen alles afgepakt, al die feinten hun verstand was in hun broek gezakt. Teleurgesteld, die mol geflipt, gekweld en afgeriept. Bij je lege batterij stond een serpent uit haar baan. Eigen schuld, die geduld was een matroesjka, ja, zo'n baboeshka. En ze vielen het onder haar kin. Het was een oeska met veel mascara en zo'n gemoorlijke valse tijgerin. Was een matroesjka, ja, zo'n baboeshka. En ze vielen het wat onder haar kin. Het was een oeska met veel mascara en zo'n gemoorlijke valse tijgerin.